Pompidompidomp, super tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Guillaume de Boef, het spotlet. Klik, 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 klik. Nou, het zit heel, heel apart hier. Ik ben weer voor de tweede keer terug in Londen. Want ik kreeg een interview bij een hele grote bedrijf hier in Engeland. Zoals je ziet hierachter. Allemaal hele bekende grote sterren. Hoe heet deze ding is hier achter mij? This morning. Ze hebben al 4 awards gewonnen. Met het beste morningprogramma en alles is in het Engels, dus ik moet gewoon eventjes oefenen. Dus nou, ik ga even straks een korte interviewtje houden over natuurlijk die zakkenrollers die ik allemaal gespot heb in Londen. En dan ga ik er wat doen. En straks gaan we lekker spotten in het centrum een paar uurtjes. Gekke. Yeah, 2 pickpockets in London. Young girl and a mother, Pinky. I went to Central Station. I had an interview and I see these girls. Ooh, no niks. 2 pickpockets in London. Why you come here for stealing? Why you come here for stealing? London, look out for these 2 pickpockets. Lady in the pink, why you come here for stealing? Why you take the cap off? And you come here only for stealing, pickpocket. You're so very young. Why you come here for stealing, eh? Why you come for stealing here, only you? And you also, pickpockets in London, look out. So young girl, why you bring here for to stealing? You go? No, the girl is young. Pickpockets in London, look out for these girls. Why you come here for stealing, eh? But? Why, with the young lady? Unbelievable, pickpockets, crazy girl. It's unbelievable. Look out London for pickpockets. Crazy, crazy, crazy. And the young girl to run. She's very young. I cannot believe it. Gekke werk. Laat hem maar gaan. Gekke werk, jongens. Al droge mond. Net kom ik van een interview. En deze 2 zakkenrollers houden een oude man op het rug. Tasje open grit. Maar ik kon niet mijn telefoon pakken. Ging te snel. En toen stonden ze daar om de hoek. Want ze keken of ze gezien werden, gesnapt. Ze hadden gezien dat wij keken. Dezelfde toort dat wij daar... Nou, ik kan amper praten, maar ze hadden door dat wij het zagen, dus stopten ze en meteen aangesproken die 2. Gekke werk, jongens. Net in Londen weer, voor de 2e keer. Nou, gekke werk. Moet even bijkomen, hoor. We hadden natuurlijk net die interview gehad, wat ik net allemaal verteld had, maar het ging allemaal zo snel. Heel leuk, ze hebben alles betaald voor ons. Moeten we wel weer op tijd weer terug zijn met de vliegtuig. En ze hebben ons netjes ook weer afgezet met de taxi en we stapten uit. En ja, we de eerste zakrollers al meteen gespot. We hebben vandaag 4 uur de tijd om te spotten. We gaan kijken hoeveel we kunnen spotten in 4 uur tijd hier. Dus de eerste 2 zijn al binnen. En dan gaat weer een gekke werkvideo van worden. Nou, kom op. Gaan, jongens. Weinig tijd. Tijd is geld, hè? Yes. Pickpockets! Pickpockets! Look out for your back. 2 pickpockets. These 2 ladies. Pickpockets here in London. Look out for these 2 pickpockets. Why you come to stealing for Asian people here? Why you come for Asian stealing people here? No. You won't try to stealing. Look out for this lady. Pickpocket. It's not real. It's fake, you. You can try to stealing for Asian people. Why? I see that you have not fucking baby, yo. You're lying. Only to stealing here, pickpockets in London. Why you come here for stealing for tourist people? The tourist people come here for shopping and you come only. No, it's not real. Show me it's real. Yes, fake. The pregnant. And why are you stealing? Why are you stealing? No stealing, my. Why are you stealing, huh? Why are you stealing? Please. Why are you stealing here? Why are you stealing your bread here? You come here to steal it. There's no drill, there's no drill. You eat too much. Open your bag and try to steal in your wallet. Just look out for your bag. I speak to the ladies with too much stories, people stealing wallets.
We're getting reminded. There are lots of pickpockets. Be careful, please. Yes. Okay. Was somebody stealing? Yeah. Someone tried to open the bag, and I filmed the ladies, and she ran to the street. Look out! Very problem. Keep your back. In front, in front. Yeah? Not so, safe. Because people, keep safe. Too much, too pickpockets here. Front is the best. Okay, good luck. Okay, thank you. Okay. Yeah, the pickpocket is back. Only this guy is also pickpocket. He's together. Hey, are you back, ladies? Yes. The police is there. You walk to the police, then I can tell and I can show the video. You can see you try to stealing for the... You're filming, no problem. I wait for the police. Where is the police? Kijk, daar erbij is ook bij gekomen. Deze hoort ook bij. Er is weer een zakrollen erbij. Met z'n vijven. Weer geen politie in de buurt. Shit. Met z'n drietjes weer hoor. Kijk eens. Net waren ze met z'n tweeën. En nu derde. Kijk ze rennen. Kijk ze rennen. Kijk ze rennen hoor. En die gast hoort er ook bij. Vijf zakrollers. En weg zijn. Nou, de zakrollen staan hier achter. Ik heb de politie aangesproken achter mij, maar ze zeggen ze zat dat naast ik. Een oude vrouw en ineens stond ze op, maar ze staat er nog steeds. Oké, ze lopen nu hier weer. Ja, en de politie zei dat ik weer dat ze niks konden doen. Ze zitten alleen maar daar op hun stoel, dus dan moeten we zelf doen. Oké, dan. Tik. Ja. Ja, ik heb de politie gesproken. Ik kon er niet veel doen. Kom op een stoel, belangrijker. Hey ladies, do you check, hè? You check to steal for Asian people, look out. This lady was to check for Asian people. Pickpockets here, look out for this pickpockets. The guy, the woman and the woman. Pickpockets, and the police is on the left side. Look, do you want to walk to the police? Police is there on the left side. The ladies look and want to try for three times. As you want to try to stealing and look to people. Look out there! Look out, pickpockets! Look out, pickpockets! Two ladies, one guy. This guy also here. And these two pickpockets. Look out for your back. Pickpockets, pickpockets. Sorry. You pickpockets, pickpockets, pickpockets. You're stealing for people. You are crazy. Pickpockets here. Look out, tourist people. Look out for this two pickpockets. And this guy also. The police is over there. The police is over there. We can do the police over there. Pickpockets. Wat de politie doet, man. Ongelooflijk. Ik weet niet wat die politie in Londen doet. Er staat daar een politieauto. Die zakkenrollers die we daar zien. Die hebben al twee keer gespot, hebben nu voor de derde keer. Zijn op hun gemak, bekijken hoe ze toeristen kunnen rollen. En de politie zegt, ja, bel maar 09. En één keer zie je een politie voorbij rijden. Het lijkt wel of het allemaal voor de show is. Fake police in Londen. Nou, mochten jullie zakkenrollen zien, zoeken nog drie. Die lijken veel, hebben ze lange snavel.
zijn best wel pittige beesten. Ze komen eraan, niet? Wacht. Oh ja, ik zie ze. Nou, daar, kunnen ze wel mensen, daar kunnen ze wel mensen mee rollen. Gewoon een beestenman. Gekke werk. Oh, wow, bijna pickpocket. Hele lange snavels om mensen te rollen, deze. Moet je echt voor oppassen, ook die kunnen mensen rollen. Oh my god, dit is een hele bekende zakkenroller in Londen. Deze die staat al een paar keer. Of kan. Ik ga het zo oversteken, die staat al heel veel op YouTube. In Engeland. Oude vrouw, veel actief. En je ziet, ze heeft een sjaaltje om, terwijl het heel warm is. Staat stil? Ja, staat er. Heb geen tijd. Ja, gekke werk, jongens. Een oude vrouw zakkenroster. Daar heb ik wel eens video's gezien. Kijk ze. Ja. Ze pakt de sjaal. Kijk, ze heeft een sjaaltje. Heeft ze er gezien? Het staat daar. Misschien niet. Lijkt wel of ze me gezien hè. Pickpocket! You are an old woman. Look out for your back. You are a famous pickpocket here in London. You still, why you have your shower? It is hot here. This is a famous pickpocket woman here. Why you come here for stealing for tourists? Lady, look out for your back for your red collar. She want to steal your wallet. You, why you come here for stealing? I saw your videos. You Asian people arrest you. Why you come here for stealing? Huh? Why you run? Why you go to run, eh? You only want to steal. Why you want only to steal for Asian people? I see videos. I see your videos. No, I'm not tranquilo. Why are you stealing here for Asian people? I see your videos. Are you? No. I see your videos. You're stealing for Asian people. Why you steal for Asian people? Eh? Look, your shower, it's hot. And why you want to? Sorry, please. Why you want to steal it for Asian people? You are unpopular here in London. I saw videos from you. You come only to steal it for Asian people. Why? The people come here. The people come here for fun. And you steal the money, huh? You steal only the money from the tourist people. Crazy girl. No, you steal. Why you do that? I have videos from you. You steal money, you steal from Asian people, for tourist people. Only you steal. Why? Stop with the stealing. Why you don't stop? I have videos from you. Okay, video. You steal Asian. What you do? Why you steal? Why? Tell me why you steal for Asian people. Why you steal for tourists? I don't want to see what you do. I want to ask you why you steal for tourist people. You must do stop. Look out, pickpocket. Pickpocket in London. Ja, gekke werk. Dit was het, jongens. Op een vrijdag zijn ze ook dus hier actief. En we hebben dus gewoon in 3,5 uurtjes weer 6 zakrollers kunnen spotten. Waarvan die 3 weer een paar keer kunnen spotten. Maar wat ik van deze video het mooist vond, dat oude vrouwtje. Die staat echt heel veel op Instagram filmpjes. Ik heb haar ook net al voorbij laten gaan. Die wilde ik. En dan zie ik haar hier gewoon lopen. En dan zag je het. Het is gewoon 25 graden hier. En dan loopt zij met zo'n lange sjaaltje over de arm. En als het goed is op beeld kon je zien dat ze de sjaaltje over de arm deed. En die vrouw met die rode tas wilde rollen. Maar ik was net ietsjes te vroeg door mijn adrenaline. Maar je zag hoe boos ze werd. Maar dat maakt niet uit. En het was gewoon weer een perfecte dag. En veel interviews gehad. Veel media gehaald in Londen, waar ik heel blij om ben. Ik heb straks nog 1 interview hierachter. En dan is Londen echt voor mij een mooi stuk om. Is mooi geweest.
Een tijdje kom ik hier niet, maar zakkenrollers zullen altijd hier komen. Dit was het weer en tot de volgende keer. Hè. Adios.